Digibeten bestaan niet. En dit is waarom. Digibeten zijn vernoemd naar analfabeten. En een analfabeet is iemand die niet kan lezen of schrijven. Als we deze tekst een stukje uit het regeerakkoord van 2017 lezen. De behandeling van het initiatiefvoorstel tot grondwetsherziening in twee lezingen inzake de deconstitutionalisering van de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de koning wordt voorgezet. En dat vergelijken met deze hertaling van D66 en stichting Lezen en Schrijven. Burgemeesters zijn het gezicht van de gemeente. Zij nemen beslissingen zodat alles goed en veilig verloopt in hun gemeente. Zij mogen ook steeds meer bepalen. Burgemeesters worden nu benoemd door de koning, dat staat in de grondwet. Zodra dit uit de grondwet is gehaald, mogen gemeenten zelf bepalen hoe de benoeming van de burgemeesters gaat. Dan denk ik dat iedereen het erover eens is dat die tweede tekst makkelijker is. Maar, en dat is de clue, is het aantal analfabeten tussen die twee teksten veranderd? Um... Nee, natuurlijk niet. Het aantal analfabeten blijft hetzelfde. En dat heeft niks te maken met hoe moeilijk of makkelijk die tekst is. Oftewel, het taalniveau is niet van invloed op de hoeveelheid analfabeten. Laten we het eens vergelijken met digibeten. Een digibet is iemand die niets van computers weet. Online niet mee kan komen. Een digibet is iemand die digitaal niet vaardig is. Hoe worden digitale vaardigheden gemeten? Bijvoorbeeld met Digital Skills Indicator, een Europees framework. Er zijn ook andere frameworks, maar allemaal meten de digitale vaardigheden op dezelfde manier. Aan de hand van digitale middelen. Hoe goed je online informatie kunt opzoeken. Hoe goed je content kunt maken of publiceren. Maar hoe goed je online kunt zoeken. Of content kunt maken. Of publiceren. hangt af van hoe makkelijk het is. Hoe gebruiksvriendelijk de applicaties zijn. En dit weten we al best wel lang. In het rapport. Digitale zelfredzaamheid van de burger. uit 2013 staat. Het aantal burgers. dat zelfstandig zaken digitaal kan afhandelen. en of ondersteuning nodig heeft. is uiteraard, uiteraard. Afhankelijk van de complexiteit van de dienst. Oftewel, het aantal digibeten is afhankelijk van hoe moeilijk het is. En dat is dus precies andersom als bij analfabeten. Het aantal analfabeten is niet afhankelijk van hoe moeilijk een tekst is. Het aantal digibeten is wel afhankelijk van hoe moeilijk de website of de app is. Dus, als je het heel makkelijk maakt, zijn er geen digibeten. Oh. En dan kun je zeggen dat is flauw, dat kan helemaal niet. Maar kijk hier eens naar. Toen mijn zoon twee was, en analfabeet, kon hij hiermee spelen. Of deze, dat is de beelddenker, dat is een nieuwe nieuwsapp voor lage letteren. En waar het nieuws wordt voorgelezen, kun je meelezen met de herschreven, eenvoudige teksten. Of deze, een app voor mensen met een autisme-spectrumstoornis. De app helpt met structuur in de dag, de gebruiker ervaart minder stress, en de app is getest, gevalideerd met de doelgroep, werkt fantastisch. En dit is mijn favoriet, de tovertafel, voor mensen met dementie. Waar normaal gesproken vrij weinig interactie mee mogelijk is. En de tafel toont allerlei spelletjes en interactie. En die mensen die reageren hierop. Dus wij bedenken en wij ontwerpen en wij maken begrijpelijke informatie. Kinderen, lage letteren, mensen met autisme, mensen met dementie. Maar gek genoeg, nog steeds hebben miljoenen mensen moeite met de digitale overheid. Misschien ligt het bij die mensen helemaal niet aan de digitale vaardigheden. Maar hebben zij moeite met de moeilijke processen van de overheid en van de bureaucratische logica die gedigitaliseerd is. Want bureaucratobeten bestaan wel en dat zijn mensen die de bureaucratische vaardigheden missen om met die bureaucratische logica om te gaan. Dus digibeten bestaan niet als de dienstverlening maar makkelijk genoeg is. Maar humanobeten systemen, processen en organisaties bestaan wel. What? Het humanobet systeem is een systeem wat niet met mensen om kan gaan, die de vaardigheden mist om met mensen om te gaan. Digiweten bestaan niet. Maar humano-beet-systemen ben ik echt al heel veel tegengekomen. Die bestaan wel degelijk. En de oplossing is dat we ons minder focussen op het digivaardig maken van mensen en meer tijd en energie steken in het mensvaardig maken van systemen, zodat we de problemen van mensen bij de digitale overheid voorkomen en niet repareren door mensen op te leiden. En hoe doe je dat dan mensvaardige systemen maken? Door ervoor te zorgen dat het inclusief en toegankelijk is. Dat het bedacht en ontworpen vanuit de mens is. Dat er vanuit onderzoek inzicht komt en dat wat er gemaakt wordt continu getest en gevalideerd wordt. En door ervoor te zorgen dat de tekst- en beeldtaal voor iedereen begrijpelijk is. Bij Gebruik Centraal hebben we communities en hulpmiddelen om je met deze thema's verder te helpen. Ga naar de website gebruikercentraal.nl. Voor meer informatie en meld je aan voor onze bijeenkomsten of communities. Doe je mee?